Dat buiten de zaal volledig kwijt zijn. Naar moeder, zodat ze het gebruiken bij de school. Maar ik wil, er gebeurt nou al zoveel. Ik zou anders even contact opnemen met moeder ook hierover. Wat wil ze nou nog? Ik had ook afgesproken dat ik een mail zou sturen dat hij wel huiswerkbegeleiding zou moeten hebben. Dat hij die structuur nodig heeft. Goedemiddag, beste reizigers. Welkom aan boord van deze Intercity naar Amersfoort-Schothorst. Wij zullen onderweg stoppen te Gouda, Utrecht Centraal, Amersfoort en onze eindbestemming Amersfoort-Schothorst. Houdt u er rekening mee, er zijn stiltecoupés in deze trein. En de eerste klas is herkenbaar aan de rode stoelen. Het is nog steeds avondspits, dus redelijk druk. Wilt u alstublieft jassen en tassen van de stoelen halen en deze in de rekken boven u plaatsen? Alvast bedankt voor uw medewerking. Ik wens u allemaal een hele fijne reis. Oude treintje, hè? Ja, dat is heel leuk. Voetbal. Dit is voetbal. Dit is voetbal. Ja. Je ziet eigenlijk niet eens mensen in beeld. Eigenlijk is dat. Berg. Ja, daar stopten we toen ook. Hier is dus het meldpunt. Alarm centrale.
autobrug. En maar dit moet als in Gouda zijn, dan ga ik het wel stop doen. En dan daarna weer op plek. Dan heb je kwartier. Ja, toch? Dan kun je dat namelijk ook weer een beetje vertragen. Die kwartier, dan kun je weer naar een half uur binnen zijn. Dan zien ze even iets meer. Jumbo, Jumbo, sorry Jumbo. Ik heb pesten nooit. 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 Nee, maar dat is leuk voor de vlog. Ja. Ja, Connection. Maak maar eventjes reclame. Kennen en de mensen. De mandala. Wat? De mandala. Geen idee. We zijn alweer in Zoetermeer. Ja, bijna wel. Hier stoppen we toen ook, ja. Dat jij dat zo leuk vond en de straag zijn ding te nemen. Dat we een uur onderweg waren. Vertraagd, nee? Weet ik hoe dat ding heet. En we waren een uur onderweg in plaats van half uur. En want we stopten overal. Op de heenweg. Ja, dat bedoel ik. Liever en zo snel mogelijk. Hey, Renate, hi, Gouda. Gelukkig en dan komt dit het dan niet op en wat ik zeg, dus het scheelt. Ja, ja, precies. Alleen de omroep niet. Zo, doe maar een autootje. Nogal, ja. Zo, komt hier ook nog een trein en station, ja, ja. Is leuk. Horoscoop af aan de Rijn. Ooglid. Begint hij helemaal aan de voorkant om met te controleren zeker. Kom nou nog alsjeblieft niet. Ik heb geen zin om een ding op. Ja. Waar? Ja, onder andere ja.
in McDonald's hebben ze al lang al ontslagen hoor. Al lang al. Deze weg ken ik dromen hier. Weer een Jumbo. Gaat lekker. Waddinxveen. Tekata. Huh? Tekata. We zijn er ook al bijna bij Goudlijn. Ja. Kijk, maar zie je dat ik ook wissel? Anders hou ik het ook niet vol, hè? Interdos. Nee, ik maak geen slappe reclame. Hè. Nee hoor, ik zou niet durven. En dan staan ze hier allemaal vast. Ja, humor. Hm? Nee, echt hè? Nee, die kant op, Den Haag. Ik bedoel Gouda. Dat is die kant op hoor. Oh ja, Gouda 5. Ja, oké. Ja, ik vind het prima. Nog een treintje toet doet. En dan zo meteen beneden. Want wij rijden boven, dat is leuk. Het nieuwe SBS-gebouw. Echt hè? Oh jongen. Gouda. Gouda. Echt gewoon ook een kwartier ook. Brams, ja. Brams, hè? Goedemiddag, beste reizigers. Wij komen zo dadelijk aan op station Gouda, 17:41 op tijd. En wij komen binnen op spoor 5. U kunt hier overstappen op de Sprinter naar Woerden-Breukelen, 17:49 spoor 3. En de Intercity naar Rotterdam Centraal, 17:52 spoor 8. Daarnaast heb ik nog goed nieuws en slecht nieuws. Het slechte nieuws is dat er tussen Gouda en Alphen aan de Rijn geen treinen rijden door een defecte bovenleiding. Er is vervangend vervoer geregeld.
Het goede nieuws is dat er daardoor gratis koffie en thee is op station Gouda bij de Roodzaak en bij de kiosk. Zo dadelijk, station Gouda. Klopt er wel. De gratis koffie en thee. En geef dan gewoon een lekker ijsje zo of een patatje. Maar nee, dat is weer te moeilijk. Als je vlog wil zien van mij, YouTube, Karin van der Werf. Altijd leuk. Nou, hij duurt wat langer even hoor. Kijk. Ook gelijk aangezet en dat we weggingen. Ik schrok al dik. Oh nee, en daar gaat onze draaireis. Ja. Ik heb water. Rabobank. Hij is zo gaaf, hè? Deze stenen. Wauw. Kunnen ze dat niet overal doen? Nee. Zo, daar gaan er al een hoop uit. Mooi. Kun jij ook aan die kant zitten? En daar zit je toch altijd liefst. Nou, daar gaan we weer. Hé? Jij? Heb je er zin in? Spannend? Ja. Toch wel? Hm? Zenuwen. Ja, joh. Waarom denk je dat ik dit even aan het doen ben? Afleiding. Een Vera die zit ook tot hier hoor, denk ik, op de spanning. Want anders kijk maar met deze ogen. Daarom is haar dochter ook mee, denk ik. Dat ze ook een beetje mee kan kijken. Huh? Ja, veiligheid voor alles. Als je maar met één oog kijkt. En Utrecht is zo groot, dus ik weet niet waar ze vandaan komt. En Utrecht is die, en dat is ook niet zo goedkoop. Doet ze niet.